Ik wil niet langs dat stuk, maar ik moet langs dat stuk. Ook dit nog. Ook dit nog. Dit is dus niet te geloven. Ja. Oh, Mario. Jij wordt toch één boord per aflevering, hè? Ja, daar zijn we wel hard naar op weg. Nou, dat is mooi. Ik weet niet wat je eraan hebt, maar het is heel mooi. Jee. Wacht, bij de achter ging gewoon niks. Deze zal me niet panjouten. Denk het ook niet. Doe nou, kan ik eindelijk deze blokkeren. Hoe lang duurde dat? Veel te lang. Ja, dat is hartstikke mooi. Ik heb het geld niet. Dat is te zuur. Ja. Tuurlijk. Maar hij heeft het geld niet. Loser. Nou, een 8. Of de bank, of op jezelf. Echt. Het begint een beetje op te vallen, niet? Ja, weet je heel erg. Weet je heel erg. Oh, wat ga je weer iets verkopen? Nee, oké. Okay. Niet. Nu heeft hij er geen van 700. Ja, precies. Ja, ik kan niet anders, hè. Ga je naar... Oh ja, ik wil niet naar rechts. Nee, ik kan niet anders. Als ik naar rechts ga, ben ik klaar. Ja. Dus ja, ik moest deze kant op. Betalen! Kijk dan even naar het verschil tussen ons twee en die flikker daar. Nou. Oh, dat is op zich prettig. Ja, dat is op zich prettig. Niet dat het voor hem heel veel uitmaakt. Nee. Vier. Mooi. Kan je betalen? Nou, geen hele sterke Monopoly, maar... Het is een Monopoly. Ah, redelijk decent. Allee, ja, nu ben ik er wel langzaam zeker doorheen. Hé, mijn geld! Ja. Wil jij zo graag dat hartje die kant op gaat? Okay. Oh, wedden? Wedden? Wacht, wat is dit? Oh, oké. Okay. Alle shops chargen 100 flat rate. Ik zei wedden dat hij dan 4 gooit op die 1200 land. Yeah. Oké,
Dat zou wel weer typisch zijn. Maakt niet uit, beide is 100. Dus of je betaalt Mario of je betaalt mij. Ik betaal jou sowieso, want ik moet die onderste soort nog. Ja. La 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 2. Hey, 100. Nou, het scheelt maar 5 coins. Ja, klopt, ja. Ja, oh, dat zou nog wat zijn, ja. Nee. Nou ja, ik heb geen andere keus. Heel merry. Zal ik één gooien zo? Nou, ik heb liever die Dragon Lord erop land. Ja. Wauw. Nou, je bent eruit. Ja, jij hebt de stocks ervoor, dus het kan. Twee. Geen twee. Ah, oh, ik kom op 700. Nee. Haat hem echt. Ik haat hem echt. Oh, thanks. Nou ja, ik kan hem voor 24 kopen, anders moet ik een monopolie opbreken. Fuck it. Ik wil eerlijk zijn, zoveel is er niet. Nee. Want kijk maar, jij hebt een beetje verdeelde dingen. En nou ja. Voor hetzelfde geld leg ik het toch zo uit. Ja. Dat dus, kijk maar. Ja, ik weet het. Ah, jongens. Overleef dit op. 76. Nee. Deze. Ja. Hey, moest je daarvoor nou mijn... Ja, ik had niet verwacht dat ik erop zou landen, dat is het hele punt. Maar ja, dan zul je weer net zien. Dan komt die flikker van een Dragon Lord hem. Ik ga hem niet kopen. Nee, ze zijn mooi bezig met die twee. Ik laat hem mooi doorgaan. Voor zo'n enkele shop, hè? Ja, maar ze weten ook wel. Ik lig er bijna uit, dus... Mm-hmm. Als ik zo meteen de rest van mijn shops moet kopen, dan... kun je het van de monopolie af gaan maken. Kon je die helemaal rechts niet verkopen? Die rechtsboven die jij nog hebt? Ja, daar leeft hem ook niet genoeg op. Mm. Jezus. Uitslovers. Nogal, ja. Jammer, ik had het graag zelf in mijn portemonnee gehad. In plaats van dat het naar de bank zou gaan. What the f- Leuk. Maar je hebt me nu wel op een goed idee gebracht. Dat is ik mooi. Kan die twee camphanen nog... nog iets mee flikken.
Want ik zei net, dan heb ik liever een eigen zak. Je kan ook zelf je dingen auctionen. Mm-hmm. Oh, ik moet... Ja, je moet stocks, maar het is niet heel veel. Nou, Dragon Lord. Tuurlijk. Force buyout. Nou. Stocks naar keuze. Je plannetje werkt. Ja, jammer genoeg kan ik met Dragon Lord niet zo heel hoog. Had ik die maar eerder Lord gedaan. Heeft ook bijna niks meer. Nee, had ik dat maar eerder gedaan, had ik die shop niet hoeven verkopen. Mm-hmm. Maar ja, je vergeet dat dit altijd een optie is, hè? Mm-hmm. Ja, kijk, je helpt Mario hier wel mee, maar ja. Nee, dat gaat echt te ver weer. Oeps. Zes force buyout. Oh. Maar ik had tenminste toch wel kunnen sproesen daarin. Mm-hmm. Domme keus. Kom je er net uit? Ja. Yay. Commission. Hold 5 coins. Ja. Yeah. Shit. Als je toch 2 had gegooid, hè? Ja, ik had graag 2 gegooid. Dan had ik er weer, yeah, weer hetzelfde trucje uit kunnen halen. Snap ik. Ik had het graag gehad, eerlijk gezegd, maar ja. In de kaarten. Ah, oh, tuurlijk. Wow, dat is echt veel. Ja, 432. Wow, yeah. Nou, promotie. Kut is, ik heb nog steeds dat hartje nodig. Yep. Uitwerken doen. Nee. Oh. Ja, dat is prima. Nou. Maar kijk eens even wat ik heb gedaan afgelopen pot. Yeah. Ik heb geen kaart, ik heb zowat geen shops. Oeh. Wat mag ik doen? Een shop expanden bij 50%. Dat is dan deze beste van mij, toch? Of niet? Mm-hmm. Ja. Jee.
Ja, jongens, help elkaar nog meer in het zadel. Ja. Dan gooi ik echt voor liever 2 of zo. Hey, arcade, dat bestaat ook nog. Oh ja, je zat bijna vergeten. Nou, natuurlijk. Nou, wat zou ik krijgen? 9 zevens? Een suit. 9 zevens? Wauw. Wauw. Hoeveel is dat? Veel. Dat is 3 lijnen. Ja. 4,50. Oh, 4,50 hoor je. Nee, ja, nog niet geld genoeg. Nee, hoe kom je erbij? Nou ja, je landt op jezelf, dat scheelt. Promotie. Ja, hij wel, ik niet. Hij wil ook gewoon dat ik erop land, hè? Ja, dat wil hij wel, echt? Ja. Ik heb nog geen keuze. Ik moet gewoon normaal aan deze kant op. Dan moet ik maar de pot wat langer bezighouden, maar ja. De game wil gewoon dat ik failliet ga. Dat is mij wel duidelijk. Tuurlijk. Oeh. Ontsnapt ook net weer. Tuurlijk. Gaat die maar uitkopen? Ik denk het wel. Ja. Ja, dit. Dit is echt gewoon, Mario en Dragon Lord kregen alles. Yep. Kregen een suit waarmee ze voordeel konden krijgen. Landen op letterlijk iedere openstaande vacant plek die er is. Ja. We worden gewoon heel hard genaaid. Ja, klopt, ja. Oh ja, want hij heeft nog niet genoeg geld. Nee, hij heeft nog niet genoeg geld, nee. Ik zou het niet doen. Nee. Ik was zo niet aan het opletten. Go Dragon Lord! Ja, daar moeten we ook maar de hoop niet in geven, want die heeft ook niks. We gaan spruce things up! Kaboom, ja, laat even eerlijk zijn, wat voor andere dingen kan ik doen? Ik kan zo 4 gooien. Ja, dat zou nog wat zijn, ja, dat jij nog 4 gooit. Mijn geld! Kijk, mooi steeds, ik heb jou letterlijk bijna in toppositie gebracht. Ja, zoals het hoort. Tuurlijk. Vind ik nog weinig voor ja, wat voor hoeveel shops hij heeft. Ja. Dat is net zo erg dit. Betalen! En ik gun het jou van harte om op die 130 te landen, want die andere twee staan er toch al zo ver voor. Ja. Nee, je hebt stok zat, dus dat scheelt. Dat is waar. En zo blijft de belangrijkste les, en de eerste les die ik had gegeven met stok is de belangrijkste. Lift vooral mee op andermans succes. Daarom deed ik ook een keer bij jou... Kijk, betalen, Dragon Lord. Buyout? Ja. Ik heb straks geen shops meer over.
Nee, maar zo meteen heeft hij geen stoks meer over. Maar ja, zo meteen is wel de hele hoek van hem. Yep. En ik weet niet of we daar zo blij mee moeten zijn. Nope. Ja joh, hij had nog niet genoeg geld. Echt, hè? Mooiste vind ik nu wel van deze flikken, dat die dat Dragon Lord nu bijna achteraan staat. Zoals het hoort. Hij staat achteraan nu. Ja. 1. Oh, dit spel! Nou, dankjewel dat je met zadenwoorden helpen, Milan. Heel erg bedankt. Wat een kutspel is dit, zeg. Ik ben zo klaar hiermee. Jezus. Nou ja, jij staat nu wel voor, dus dat is leuk. Zeker. Als je hem nou nog wint ook, joh. Jezus. Dat zou wat zijn, ja. Ja. Zullen we meteen even de boel afmaken? Ja, doe maar. Hé, hey, gozer. Heeft hij wel weer geld? Ik moet op... Ja. Het is aardig hoog, maar anders doen ze het niet, dus... Hoppakee. Moet wel, maar ja, nu heb ik wel weer mijn monopolie. Ja. En moet je nagaan. Geen promoties, hè? 1 promotie nog voor level 2 destijds, en dat is de enige. Ik heb er alleen geen stoks in, maar ja. Jezus. Nou, ga je gang, Mario. 1. Jammer, maar oké, nee. Dank je. Nu moet ik hem alleen nog mee aan de hak zetten. Dat is hij kan hem alsnog buyouten, hè? Dat is het belachelijkste hierachter. Ik heb nu 3... Dit was een hele lange straat voor jou, ja. Wat een kutspel is dit, zeg. Holy shit. Ja. Valt me mee. Ja, waarvoor zou je toe gaan, hè? Oké. Ja, hij heeft die suit nodig. Het is alleen jammer dat hij geïnvesteerd in die andere. Ja, ben je nadenken? Ja. Yeah. Ja. Ja, daar zit geld in, hè. Dus. Ja. Nou, werden zo meteen gooi ik 4. Ja. Dat gebeurt iedere keer wanneer ik hier sta. Oeh. Ja, nu ben ik in dit. Ja. Oh. Mooie kaart wanneer je niet eerst staat. Drie. 2. De minst erge. Ja. Babada, babada. Oh. Kom nog weg ook.
Ah, alleen hij, dat is jammer. Ja, moet maar. Ik wil een keer die promotie. Ja, snap ik. En Mario kan voor mij ook de pleurs krijgen, dus... Het zou mooi zijn als Mario even op die 1200 landt. Ja, dat zou op zich mooi zijn. Zie je, Dragonlord betaalt hem 38, dan betaalt Mario hem zo meteen 1200. Ja, vind ik zo werkt dat toch? Een goede exchange. Oké. Okay. Ja, je hebt zijn shops gezien, veel meer heeft hij niet, dus... Mm-hmm. Nou, hij komt nog aardig goed weg. Yep. En alleen nog Mario's helpparadijs langs. Komt nog weg ook. Yep. Ik wil gewoon elke keer gewoon niet aan de beurt zijn. Ja, dat is het hele probleem in deze. Nou ja, je mag met één ding blij zijn, dat Mario niet echt sproest. Dat klopt, ja. Zo, weg daarmee. Zo zie je maar, als je een andere gelooft, wordt altijd op een of andere manier uitbetaald. Zoals zo? Zoals zo, ja. Nou ja, hij is niet failliet, maar... Ja, shop moet shoppen eens verkopen. Hé, hey, die heeft hij net overgekocht. Ja. Oeh, en die komen nu allemaal voor auction. Yep. Als Mario nou mij gunt. Nou, dat doet hij niet. Nee. Jij gunt mij ook niet. Let zo meteen maar op wat ik doe. Jij wilde een shop verkopen voor mij aan 24, dan doe ik hetzelfde zo meteen terug. Ah, nou, dat is wel lief. Alleen die flikker, ik ga niet zo hoog met hem. Laat mij zo meteen maar gewoon bieden met Mario. Nee. Dan koop ik die 700. Ja. Oh, Mario biedt niet eens. Nee, maar hij heeft ook niks. Nee. Hij, zijn totaal is 700, dus als hij doorgaat is hij zo meteen failliet. En dat moet ook.